De samenwerking tussen Suriname en Nederland moet op het gebied van de criminaliteitsbestrijding verder worden geïntensiveerd. De Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Toeslag en Douane, Aukje de Vries, is van 29 februari tot 2 maart in Suriname voor een werkbezoek. Er zijn met de verschillende ministeries, het Openbaar Ministerie OM en de douane, gesprekken gevoerd over de aanpak van de drugscriminaliteit en de criminaliteit over het algemeen. Ik denk een heel belangrijk element dat we meer ook met elkaar gaan trainen. Bijvoorbeeld hoe ga je scannen en hoe kan je dat beter doen nog? Hoe kan je dat nog gerichter doen? En ik denk dat een ander belangrijk punt ook is van informatieuitwisseling. Belangrijk is dat wij zijn op zoek naar drugs die door via Nederland en ook via Suriname naar Europa gaat. En het is belangrijk dat we daar genoeg informatie over hebben, inlichtingen kunnen uitwisselen. Zodat we ook veel gerichter kunnen zoeken naar de containers waar de drugs in zit. Volgens de Vries zijn de criminelen de afgelopen jaren inventiever geworden en bereid alles in te zetten om drugs te smokkelen. Vandaar dat de douane nu veel meer technologie zal moeten gebruiken bij het scannen van containers en algoritme om precies na te gaan wat er in de containers zit. De Vries zegt verder dat de beelden moeten uitwijzen wie de personen zijn die de drugs leveren en van waar de drugs afkomstig is. Vanaf vorig jaar is er een douaneattaché vanuit Nederland te werk gesteld op de ambassade hier in Paramaribo. De douaneattaché is ook gesprekken aan het voeren met de verschillende actoren. Het is van belang dat er sprake is van optimale informatieuitwisseling tussen beide landen om zaken verder te corrigeren en te optimaliseren. De behoefte aan trainingen is groot. Maar er zijn ook voldoende medewerkers nodig om het werk naar behoren te kunnen doen. Ik denk dat het een heel breed spectrum is. Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Eén is natuurlijk het scannen. Wij hebben vanuit Nederland ook, zetten wij bijvoorbeeld in op de poststromen, omdat er ook veel drugsmokkelen in zit. En ook daar kunnen we nader samenwerken, denk ik. Dus het is een heel palet aan maatregelen waar ik denk dat we echt nog stappen kunnen zetten. En ik denk dat het allerbelangrijkste voor de Nederlandse douane in elk geval is de informatie, de inlichtingen en de kennisuitwikkeling. En kennisuitwisseling, zodat we ook kennis uitwisselen bijvoorbeeld op de modus operandi die drugscriminelen hanteren. En dat we daar ook gegevens met elkaar wisselen.